50 meter. Startgevallen, begin met een galoppade voor Fakir Olderson. En Donder Freo is dan in principe het snelste weg, maar aan de binnenzijde... Uitgescharen paard nummer 2. 2 galop. Paard nummer 1, Fernando, goed gestart. En die maakt een dankbaar gebruik van die galoppade van Fakir Olderson. En zo gaan de deelnemers dan op weg naar de overzijde. Gaat ook Fernando aan de binnenzijde in. Het heets van de strijd van de benen met Wim Brouwer. En de concurrentie erachter loopt er eigenlijk bovenop. Donder Freo. Uitgescharen paard nummer 1. 1 galop. En Fred de Zoete, zij gaan hier naar de leiding met Fleur Europoort daarachter op de tweede plaats. En als de deelnemers dan afkoers op de verre linkerbocht, zien we achter Fleur Europoort in derde stelling doorkomen de kampioen Everglide Rapida. En achter Everglide Rapida is er ook aansluiting voor Chantal van Ooyen met paard nummer 8 Diana Boko. Paarden komen zo dadelijk in de rechte lijn voor de tribune. En daar ontstaat aan kop zowaar een strijd om de leiding, waarbij Fred de Zoete tegen Jaap zegt: mijn paard is veel beter dan dat de verrichtingen doen vermoeden. En berust Jaap zich nu ook in zijn positie naast de koploper. Wat komt er nog vanuit het achterveld? Fini Promise die begint langzaam maar zeker een plekje goed te maken. En dat ging dan ten koste van aan de binnenzijde Patricia Koopmans, die hier op pad is met Champ ter Zijpen. Vooraan is inmiddels in het veld de rust wedergekeerd. Dat betekent dat het tempo vooraan nog altijd bepaald wordt door aan de binnenzijde Fred de Zoete met Donder Freo. En in het tweede spoor daarnaast Fleur Europoort. En die wordt gereden door Jaap Terstal. Dan is het aan de binnenzijde Everglide Rapida met in het tweede spoor Diana Boko. Die krijgt een prachtige koers. En achter Diana Boko volgt dan aan de buitenzijde Diamond Twix. En achter Diamond Twix ligt er ook nog in afwachtende houding paard nummer 6 Fini Promise. En dit zou best wel eens een Fini Promise koersje kunnen gaan worden. En Annemiek Beekman gaat dan ook maar eens een keer kijken of er vooraan wat te halen valt. Paardenkoers af op de laatste ronde met nog altijd dezelfde koploper. En dat is aan de binnenzijde paard nummer 3. En Donder Freo. Aan de buitenzijde de opmars van Fini Promise. En die komt daar ziender ogen progressieboek in het buitenste spoor. Fred Handelaar heeft bijna de ruimte met Everglide Rapida. Maar als je dan die ruimte hebt, dan moet het ook nog zo zijn dat je het af kan maken. En Donder Freo die gaat absoluut niet wachten. Donder Freo heeft de leiding in handen. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde opkomend Fini Promise. Daartussendoor wil ook Everglide Rapida graag mee naar voren. Heeft daar die ruimte benut om zijn paard ertussen te zetten, Fred Handelaar. En drie deelnemers die gaan nu met voorsprong op de concurrentie afkoers op de laatste rechte lijn, waarbij Donder Freo toch nog een keer zijn tanden op elkaar zet. Buitenzijde Everglide Rapida helemaal aan de buitenzijde. Hij moet nu passen Fini Promise. Aan de binnenzijde loopt Champ ter Sijpen. Een geweldige koers. We komen in de laatste rechte lijn. Donder Freo in een tweestrijd met Everglide Rapida. Everglide Rapida, Donder Freo. Niets te kiezen, millimeter werk, maar daar neemt hij beslissend voordeel. Het is de 7 die het wint voor de 3, de 4, de 9 en de 6.